Welkom, lief mens. Ik ben Christel. Dank je dat je samen met mij even wil afstemmen op wat de energie van de huidige leeuwenpoort ons te vertellen heeft. Deze video vormt het tweede deel van de energie van de leeuwenpoort. Op het einde van deze video kun je een link vinden naar het eerste deel van de energie van de leeuwenpoort, naar de welke ik je graag doorverwijs. Leven is stromen in een geest die alles doordringt en tijdloos zijn weg gaat. De leeuwenpoort energie nodigt ons uit om even halt te houden, om te kijken waar we mee bezig zijn. Het is goed om even te verwijlen in de rust van het leven en te genieten of ons te verdiepen in de energie van het leven zelf. Het kan een aanleiding zijn om even stil te staan en na te denken of de weg die we volgen wel de juiste weg is voor ons. Wat hebben we geleerd? Zijn we voorzichtiger en wijzer geworden? Weten we hoe we veranderingen waar geen ontsnappen aan lijkt te zijn, in ons voordeel te benutten? Kennen we positieve toekomstverwachtingen? Hoe is het met ons gesteld, nu, op dit moment? Dopperen we wat doelloos rond? Of hebben we een doel voor ogen, die mede onze richting bepaalt die we gaan? Het maakt niet uit bij welke groep we precies thuis horen. We weten niet wat we onderweg zullen tegenkomen, wanneer we doorheen de leeuwenpoort van dit jaar zijn heen gestapt. De inhoud van de betekenis van het gek is van de dam is ons nog onbekend. We zijn ons onbewust van de diepe betekenis. Op zo'n moment kunnen we slechts erkennen dat er machten en krachten aanwezig zijn, groter dan wij zelf. Staan we even stil bij de kracht van het element water. Waarom duikt het element water op? Het element water duikt op in het gek is van de dam en doet denken aan de watervloed die ontstaat bij het breken van een dam. Het metaforische element water geeft onze huidige gedachten, twijfels en zorgen weer en is klaar om de vervuiling waarin we dreigen te verdrinken weg te spoelen en de emoties los te laten die onze natuurlijke vitaliteit en positieve instelling aantast. Terwijl het element water onze oude wonden en pijnen wegspoelt, vraagt het ons om bewust te worden van het verschil tussen onze eigen emoties en die van anderen. Verwijten we anderen voor alles wat verkeerd loopt in het leven? Of voelen we onszelf down en kwijnen we weg in zelfmedelijden? De confrontatie met uitdagende situaties kan ons overweldigen. Het element water stroomt om ons te kalmeren, te helen en om ons te herinneren hoe alles met elkaar verbonden is. Het nodigt ons uit om ons hart te openen en ontvankelijk te worden voor de gevoelens en noden van anderen en onszelf. Het zuiverende element water zoekt om ons schoon te maken en om de dingen van het leven terug helder te maken en geelt ons lichaam en onze emoties. Onze gedachten en gevoelens bepalen onze ervaring van een situatie en hebben alles te maken met perspectief. We zijn vaak bang voor onze emoties. Ze kunnen onze houding beïnvloeden, ons op een dwaalspoor brengen en vormen vaak een belemmering om het leven waar te nemen met een kalme en heldere geest. Wanneer echter onvolwassen gedachten en emoties verwijderd worden, samen met een verstoord evenwicht in onze houding, kan een breder spectrum ontstaan
en beschikbaar worden van hoe we dingen kunnen zien in ons leven. Wat als we uit nieuwsgierigheid dingen anders gaan zien? Dan kan onze afkeer verkeren in een aantrekkingskracht en onze schat worden. Onze houding, perceptie, emoties en handelingen veranderen, met als gevolg dat ook de werkelijkheid van ons leven verandert. We kunnen onze angst in vraag stellen, om manieren te vinden om onze situatie anders of realistischer te zien. Lopen we echt gevaar of vertroebelt onze angst wat we als echt zien, met wat we als echt voelen? Het enige wat ons kan beperken, is onze ziens- en handelswijze, ons eigen perspectief. Er ligt een enorme kracht in het ons losmaken van bijvoorbeeld de emotie van angst en ons negatief denken ten opzichte van alles waarmee we geconfronteerd worden. Wanneer een verschuiving in ons vermogen beschikbaar wordt om anders waar te nemen, kunnen we een uitweg vinden, een alternatief, een oplossing. Als we wakker worden, bewust worden en gebeurtenissen anders kunnen zien, kunnen we schitteren door een gebeurtenis op een heel andere manier te ervaren. Deze sleutel is altijd beschikbaar, ligt in ons veld van potentieel om te gebruiken wanneer we ons gevangen of overweldigd voelen. Wezen we ons bewust van datgene waarmee we onszelf voeden, de ideeën, beelden. We zijn wat we consumeren en worden gevraagd om de leiding te nemen over ons leven door het maken van verandering en het creëren van een groter, algemeen welzijn. Het is tijd om ons terug te trekken van mensen en situaties die ons niet langer bekrachtigen of steunen. Laten we alles of iedereen los die ons leegzuigt en beschermen we onszelf van minder dan positieve invloeden. Vernieuwen we onze energie, maken we plannen voor de toekomst, terwijl we herinneren dat het een seizoen is van rust en herstel. Pakken we aan wat nood heeft om aangepakt te worden in ons leven. Treden we een heilige stilte binnen om er de antwoorden te vinden. Een nieuwe dageraad is komende en we horen een fundament te creëren. Anders zal het overweldigend en ontwrichtend voelen. Nemen we notie van ons leven, waar we nu staan, en onze toekomst, en ontspannen we, want de sluier tussen de werelden is nu heel dun. De sluier wordt weggenomen door vertrouwen. Niets is wat het lijkt te zijn. Ook al is het duister, het licht van de sterren en de maan tonen ons de weg. We zijn veilig. Ook al kunnen we het niet zien. We horen vertrouwen te hebben dat we ondersteund en begeleid worden op een mysterieuze en wonderlijke manier door ongeziene lichtwezens in overeenstemming met ons hoogste goed. Luisteren we naar de krachtige mystieke boodschappen ons gegeven. Nemen we tijd om te luisteren en staan we de lichtgevende, ontvankelijke energie toe om onze creativiteit te activeren. We ontvangen niet alleen mystieke boodschappen, maar zijn op onze beurt mystieke boodschappers voor anderen. De energie van de Leeuwenpoort antwoordt met zo'n overvloedige zegeningen alsof gouden muntstukken uit de hemel neerstorten. Het weerspiegelt het lichtgevende licht van de zon van gerechtigheid, het licht van de wereld, die ons een grensloze vrijgevigheid brengt. Dit voorspelt een tijd van grote vreugde en ontvankelijkheid voor ons. De voorspoed waar we naar verlangden,
komt onze richting uit. Onze investering zal lonen of een onverwachte meevaller kan verschijnen. Ook al is de toename van weelde en rijkdom, de energie van kracht en een vredevolle zekerheid in het begin heel erg traag, deze overvloed zal zich zeker uitbreiden wanneer we onszelf focussen op onze huidige waarden van goed fortuin, vriendschap en de eenvoudige momenten van vreugde reeds aanwezig in ons leven. Het kan de vorm aannemen van liefdevolle ouders en kinderen, zakenpartners, wetenschappers die samenwerken, mensen met een gezamenlijk doel of andere duo's, zoals onze mannelijke en vrouwelijke energie, die zich verenigen met de intentie om onze aardse ervaringen te bevorderen. Het staat symbool voor zaken of personen die perfect bij elkaar passen, eenzelfde resonantie genieten en trillen op een wederkerige erkenning, een hoger doel en een grote passionele liefdesverbinding vertegenwoordigen. Wees klaar voor een diepe relatie en verbondenheid voor een hoger doel, dat terwijl we tegelijkertijd gewaarschuwd worden voor situaties, mensen of patronen in ons leven die dreigen om ons wezen over te nemen. Deze verleiding kan zijn als een slang, heftig, verleidelijk of zelfs wurgend en verstikkend. Mag het ons herinneren om eerlijk te zijn met onszelf en al onze relaties te onderzoeken in hun dagdagelijkse handelingen om te bepalen wat schadelijk of onrespectvol is naar ons toe of ons consumeert. Als er iemand een ongezonde energie brengt in ons leven, kan het noodzakelijk zijn om deze personen te laten gaan of op zijn minst de blootstelling hieraan drastisch te verminderen. Als een situatie ons verstikt of ons gevoel van vrijheid en enthousiasme ontneemt, dan is het tijd om even na te denken over onze motivatie voor een blijvend engagement. Als er zich een weerzin opbouwt in betrekking met onze job of onze persoonlijke taken, dan horen we te leren hoe we meer bewuste vreugde in onze ervaring kunnen brengen. Of zelfs hoe het allemaal te verlaten. Misschien horen we erover te waken dat we niet de slang worden die zijn eigen staart opeet en zijn haar eigen leven consumeert. We beschikken over grote kracht om onze eigen zelfsaboterende patronen te doorbreken of alle andere invloeden die ons beperken. De grote vraag die we ons stellen is wellicht: hoe? Hoe kunnen we dit doen? En hoe kan de energie van de leeuw en de leeuwenpoort ons hierbij helpen? De energie van de leeuw is sterk en vorstelijk en belichaamt deugden als eerlijkheid, wijsheid en loyaliteit. Zijn gezag als koning steunt niet op overmacht, noch op teugelloos bloedvergieten, maar op adel van geboorte en van inborst. Zijn grootsheid heeft zich reeds boven het stoffelijke ontwikkeld. Hij staat symbool voor de grote vader, het mannelijke, de beschermer. Naast de moeder, het vrouwelijke, bevindt het mannelijke, de vader, zich in de centrale as van een archetypisch gezin. Beiden zijn ze verbinders, boodschappers en transformatoren van energie. Samen vormen ze een bindende, verbindende factor vanuit hun eigen relateren met elkaar, dat op zijn beurt een thuis of een thuiskomen creëert. Als vader
belichaamt de leeuw zowel de lichte als de donkere aspecten van het mannelijke, dynamisch en complex. De mannelijke, daadkrachtige energie begrijpt de vrouwelijke energie van het gevoel vaak niet meer. Rationele mannelijke gedachten mengen zich slecht met de vrouwelijke intuïtieve gedachten. Ironisch genoeg is de mannelijke, vaderleeuw, vaak afwezig, letterlijk of emotioneel, en niet in verbinding met het vrouwelijke, moederleeuwin. Door zijn afwezigheid of actie onthult vaderleeuw dat hij zowel de bewaker is als degene die ons aan de wolven overlaat. Hij is hier en nu aanwezig en toch ook weg. Hij is de kampioen en de mislukking. Ons bewustwordingsproces doet zijn uiterste best om de mannelijke en vrouwelijke energie bij elkaar te brengen. Het is een geuse opgave om deze twee met een verschillende taal te verenigen. En het lukt dan ook maar zelden, waardoor de energiestroom onderbroken is, weglekt en het evenwicht in ons leven verstoord voelt. Maar als het lukt, zijn we in staat om ons levensproces van binnenuit te bekijken en kunnen we ons leven vanuit een hoger geestelijk perspectief zien. Wanneer we bewust energie opbouwen door onze vrouwelijke intuïtieve energie met onze mannelijke rationele energie met elkaar te vermengen, dan verbinden ze zich zo intens met elkaar dat we kunnen ascenderen. Op dat moment ontstaat er een krachtige, harmonieuze eenwording dat gepaard gaat met vruchtbare creativiteit. Als we ons centrum, ons eigen centrum terugvinden, kan er voor verzoening gezorgd worden en vindt de ultieme vereniging, het heilig huwelijk, plaats. Als onze mannelijke energie de vrouwelijke energie bevecht en de focus op elkaar verbroken is, dan verandert de kreet van passionele vreugde in een allesverwoestende schreeuw. Falen of iets niet kunnen waarmaken is niet zo inspirerend als ontdekken. Zo lijkt het op het eerste zicht. Maar misschien zijn falen en ontdekken even belangrijk. Het falen, het niet kunnen waarmaken, kan dienen als lijm om ons allen te herinneren dat het leven in momenten gecompliceerd is of kan zijn. Soms zijn we een stille getuige van een stervensproces en realiseren we dat er niets meer kan gebeuren om het stervensproces te vermijden. Het kan het abrupt einde van een situatie, levensomstandigheden of een relatie betekenen. En het kan ons tegelijkertijd een nieuwe betekenis geven over waarover het echt gaat in het leven, voordat iets of iemand een zeker stervensproces kent. Vaak eindigt zo'n omstandigheden met de realisatie dat we machteloos zijn, onszelf niet kunnen verdedigen tegen wat ons overvalt en overkomt. We kunnen zo wild tekeer gaan, vechten met zoveel geweld, omdat het leven zoals we het tot nu toe hebben gekend, ineenstort. De strijd kan tevergeefs en verloren lijken en ons toeschijnen dat er niets anders overblijft om te doen dan just let it be, het gewoon laten zijn. Wat als er een aanvaarden kan ontstaan vanuit een bewustwording dat we zelfs midden in deze chaotische strijd, die als een wervelwind raast door ons leven en alles vernielt wat ons lief is, we beschermd worden door hogere krachten die ons overstijgen, overschaduwen. Een geusproces gaat hieraan vooraf.
Eerst volgt ontkenning. We zijn in shock en kunnen het niet geloven. Daarna volgt een voor de hand liggend gevoel van boosheid. Al snel kunnen we verkeren in een vorm waarin we vooral zoeken te onderhandelen of verlangen, smeken om nog een kans of wenen over ons verlies. Het gevaar van depressie komt om de hoek kijken en confronteert ons met een gebrek aan energie. We kunnen weinig of moeilijk slapen. Onszelf concentreren lukt ons niet. Sterke emotionele uitbarstingen overvallen ons en kunnen tot slechte eet- en drankkeuzes leiden. Onze mentale gedachten, onze emoties, ons gehele lichaam en wezen vindt pas opnieuw rust wanneer we kunnen accepteren en mentaal, emotioneel, fysiek loslaten. En ons ongelukkig levensverhaal een nieuwe betekenis en zingeving gevonden geeft. Rouwen, afscheid nemen, loslaten. We onderdrukken het vaak liever dan dat we onszelf hiervoor de nodige tijd en ruimte gunnen. Toch is het een belangrijk proces in ons leven dat zoekt om begrepen te worden en waarover gesproken wil worden om het eindresultaat te kunnen aanvaarden, dat tegelijkertijd een beginresultaat is. Pas dan zijn we in staat om ons leven verder te zetten. Pas dan kunnen we herbeginnen en of een nieuw begin maken. Iets of iemand laten gaan is een ongelukkig en triest gebeuren dat iedereen doormaakt in zijn haar leven. Het lijkt steeds weer te winnen. We kunnen bang zijn en wegrennen, afwezig zijn, of we kunnen aanwezig zijn en blijven en dapper proberen om de harde feiten te accepteren en pogen te genieten van de laatste momenten die ons gegeven zijn voor een ingrijpende levensverandering plaatsvindt. Dat laatste is een ongelooflijk geschenk. Het kan ons inspireren tot grote heldhaftigheid en tot een sterke collectieve en persoonlijke identiteitsdimensie. Door zachtjes te kiezen voor de tedere aanraking van vrouwelijke energie, staan we de voorzichtigheid van vrouwelijke energie toe om ons hier en nu te assisteren. Wanneer we op een punt in het leven zijn waar we grotere dingen willen bereiken, maar niet noodzakelijkerwijs over een evenredig grotere voorraad energie beschikken, is het tijd om slimmer te werken in plaats van harder. Dit is de weg van de vrouwelijke energie. Velen onder ons zijn onwetend over deze vrouwelijke manier. Over het algemeen wordt ons geleerd dat hoe meer kracht we gebruiken, hoe meer we proberen dingen te laten gebeuren, hoe meer we zullen bereiken. De vrouwelijke weg gaat niet over kracht. Het gaat er ook niet om te drijven, te streven, te duwen of te grijpen naar wat we kunnen om te creëren. Het gaat erom dat we datgene wat we wensen uitnodigen, om naar de ruimte te komen die we ervoor hebben gecreëerd, innerlijk en in ons leven. Deze vrouwelijke weg kweekt meer energie, veroorzaakt minder stress en trekt aan wat gewenst wordt. Het is manifestatie door uitnodiging, in plaats van door wil of kracht. We worden gevraagd onze krachtdadigheid, onze vastberadenheid en onze intense activiteit op te geven, ook al is het maar voor dit moment. Betekent dit dat we de doelen moeten opgeven die we met die inspanningen nastreefden? Zeker niet. Dit gaat niet over het loslaten van prestaties. Het gaat erom het proces van manifestatie
op een intelligentere manier te begrijpen. Er is een manier van creëren die ons energie geeft en ons niet totaal uitgeput achterlaat. Het gaat erom dat we toestaan dat wat we willen naar ons toe komt. Wezen we absoluut, natuurlijk en met gemak onszelf. Laten we ons licht schijnen en laten we onze aanwezigheid uitnodigen tot datgene wat we wensen te ontvangen. Het gaat om het cultiveren van een energetische affiniteit met wat we zoeken, in plaats van gevoelens van gebrek en behoefte. Zien we het subtiele maar belangrijke verschil? Voelen dat we van nature al een overvloedig wezen zijn, dat dankbaar uitnodigt tot meer van wat we willen in ons leven, is heel wat anders dan gebrek en angst voelen en wensen dat onze wereld zou veranderen. We belichamen energetisch datgene waarvan we meer in ons leven wensen aan te trekken. Soortgelijk trekt soortgelijken aan. We hoeven niet zo hard te duwen om te ontvangen wat van nature naar ons toe komt. Onze druk komt van een plaats van onzekerheid, of we wel of niet zullen slagen. We horen ons te ontspannen en meer vertrouwen in onszelf te hebben. Alle dingen komen op tijd, rechtmatig en volgens een grote, liefdevolle wijsheid. We zijn hier niet immuun voor. Wij zullen ook onze tijd krijgen en schitteren. Kom in opstand tegen elke stem van angst, in ons of om ons heen, die ons iets anders vertelt. Het is oké om zachter te worden, om de energie te voelen van wat we in ons leven willen aantrekken en om te handelen zoveel als we kunnen, alsof het al zo is. We zijn niet aan het fantaseren of dagdromen, of niet aan het falen om te leven in de echte wereld als we dit doen. We werken in feite met de vrouwelijke energie van manifestatie, door zachtaardig te zijn en aan te trekken. Als we zachter worden om te worden wat we zoeken, zal dat wat we wensen niet in staat zijn om onze stralende, uitnodigende aanwezigheid te weerstaan. We hebben heel hard gewerkt. We hebben veel geleerd en veel bereikt. Maar nu is het tijd om onze aanpak te veranderen. Laten we nu elke kracht in onze benadering van creatie los. Alles dient een doel en het was een nuttige les om de voordelen en beperkingen te leren kennen van de meer krachtige manier van manifestatie door middel van inspanning en wilskracht. Als we echter door zouden gaan met die benadering, zou die niet meer voor ons werken, omdat we nu beginnen te creëren op een veel grotere schaal, die verder gaat dan wat een individu kan manifesteren door middel van wilskracht alleen. We creëren individueel door onze genezing, maar dragen ook wereldwijd bij aan een nieuw bewustzijn door onze eigen spirituele groei. We maken deel uit van een wereldwijd genezend manifestatieproces. We helpen door onze manier van zijn in de wereld om een nieuw bewustzijn te baren. Deze nieuwe manier zal het menselijk hart helen en het weer in evenwicht brengen met de natuur. Dit is essentieel voor de menselijke ziel om te overleven, te bloeien en samen de aarde te voeden in plaats van haar natuurlijke hulpbronnen te vernietigen. We kunnen ons wel of niet bewust zijn van de mate waarin deze nieuwe manier van manifesteren door te ontvangen in plaats van te nemen, de hele mensheid kan helpen. Maar desalniettemin speelt het een belangrijke rol
in de grotere menselijke evolutie. Het is de kracht van aantrekking, van magnetisme, in plaats van die van streven en kracht die onze energie zal aanvullen en ons lichaam, geest en hart zal herstellen na onze strijd. Deze verandering in benadering zal de verschuiving van hoofd naar hart aanmoedigen, die essentieel is voor ons individueel welzijn en voor de grotere menselijke evolutie. We horen geheel te worden, onze mannelijke en vrouwelijke energie met elkaar verbinden, tot ze één worden, zodat ze bakermat worden en de wereld kunnen helpen gelen. Als we ons laten meeslepen door deze golf van immense, goddelijke kracht van opstaan en schitteren, die deze leeuwenpoort met zich brengt, zal niets onmogelijk zijn. Het zal alle conventionele ideeën over vreugde, vitaliteit, zelfs verrukking te boven gaan. Het vertegenwoordigt de bron van al deze energieën. Deze bron is heilig, want zij overstijgt de grenzen van elke klassificatie die door de menselijke geest is gecreëerd. Het is het diepgaande begrip van onze onsterfelijkheid als geest dat ons doet opstaan en schitteren. Het is onze wilde, onbedwingbaar krachtige natuur die ons toegang verleent tot de staat van opstaan en schitteren. Als we het vermogen ontwikkelen om de nauwe grenzen van sociale conditionering te herkennen en die bewust te overstijgen. Velen onder ons kunnen doodsbang zijn om deze gelukkige en bevrijdende staat van opstaan en schitteren binnen te treden. Want wat men over het algemeen het meest waardeert, is verloren, geestelijke begeersing. Althans, in onze maatschappij schijnt controle de grootste deugd te zijn, terwijl het opstaan en schitteren met zijn vreugde en een hartstochtelijke waardering van het leven in al zijn bewegingen belachelijk wordt gemaakt. Hoe meer controle, hoe beter, lijkt het angstige motto van de mechanische mens te zijn. Deze leeuwenpoort toont ons echter een andere weg. Door te vertrouwen op onze innerlijke emoties in de richting van opstaan en schitteren, zullen we verrassende inzichten krijgen in allerlei situaties. We zullen een groter perspectief bereiken dat onbereikbaar blijft in onze gewone, saaie, slaperige gemoedstoestand. Het ontstaan van deze oerkracht van opstaan en schitteren in onszelf geeft ons de kans om bergen van mentale en sociale remmingen te verzetten. Onrustig kletsende gedachten verdwijnen. Ons bewustzijn verruimt zich en ons wezen krijgt eindelijk de kans om zijn energie ongegeneerd te laten stromen. In een extatische, vrije en dus bevrijde staat zijn we het dichtst bij het grote mysterie en de ontzagwekkendheid van gewoon te leven. Vertrouwen we op onze innerlijke ontwikkeling en kijken we dan hoe alles goed uitpakt. We hoeven niet elk detail te controleren om te bereiken wat we willen. Dingen ontvouwen zich met het grootste gemak en schoonheid, wanneer we ons niet bemoeien met de stroom van hun natuurlijke ontwikkeling. Met geduld en spaarzaamheid bereiken we nu blijvend succes. Een positieve instelling, gekoppeld aan een gevoel voor orde en zelfdiscipline, resulteren in verdere groei op alle niveaus van ons bestaan. We leren te bezuinigen waar een situatie daarom vraagt, terwijl we tegelijkertijd leren grondig te genieten van de vruchten van onze arbeid. Onderscheiden we ons door de kracht van woorden en onze manier van zijn,
maar tevens door onze eenvoud en oprechtheid en een zekere nuchterheid in de beleving van dit wereldwijde helings- en transformatieproces, zoeken we om op een waardige manier de confrontatie met onze innerlijke en uiterlijke demonen aan te gaan. Onderwerpen we onze innerlijke en uiterlijke demonen en bepalen we zelf wat te doen met de energie die hierdoor vrijkomt. Kiezen we om onheil af te weren en om elkaars nood te verhelpen. Vertrouwen we op de energie van de leeuwenpoort, op het geluid van de hoorn, die de onverwachte komst van de nodige richting en hulptroepen aangeeft. Wezen we dapper, ja, heldhaftig, bepalen we zelf wat te doen met onze daadkracht, door bewust te kiezen voor elke handeling. Hanteren we discipline en kracht om ons eigen zielenpad te kiezen. Dit is onze ware innerlijke schat. Het betekent meteen ook het hervinden van onze vrouwelijke wedergelft. En door ons met haar te verenigen, kan onze energiestroom weer ononderbroken stromen. Precies zoals het beeld van het gek is van de dam. Gezegende leeuwenpoort, iedereen. Namaste.